Ja, welkom terug bij Studio Vlaams Parlement. Twee vragenrondes voor Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Bij ons in de studio, of althans een ruimte drie gangen verder, Vincent van Petegem van CD&V. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook burgemeester van De Pinte, waar u op lokaal vlak ook te maken krijgt met die maatregelen. Klopt. Meneer van Petegem, eerste vaststelling natuurlijk is dat er heel veel vragen zijn, en dit was dan alleen nog maar de zorgsector. We hebben het nog niet over onderwijs en economie gehad. En dat die vragen heel concreet en praktisch zijn. Die vragen zijn belangrijk en noodzakelijk, maar er komt wel een pak binnen. Kan daar eigenlijk al voldoende op geantwoord worden? Wel, het is natuurlijk wel zo dat het Vlaams parlement zijn controlerecht moet kunnen uitoefenen. En dat is ook wat we eigenlijk nu hier organiseren. We zijn wel maar met 16 parlementsleden. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel allemaal onze input meegekregen vanuit onze fracties van welke vragen er juist gesteld moeten worden. Het is natuurlijk zo dat wij met een crisis zitten. En in een crisissituatie is het altijd zeer moeilijk om direct naar de langere termijn te kijken. We proberen vandaag de crisis te beheersen. We proberen eigenlijk, we weten het niet zeker, maar waarschijnlijk zitten we nog in het begin van die crisis. Dus er zijn uiteraard nog heel veel vragen, heel veel specifieke vragen die de mensen hebben, die wij ook op het terrein horen en die we natuurlijk meenemen naar dit moment, hè, waarbij we eigenlijk aan onze ministers de vragen kunnen stellen die we vaak ook op het terrein en bij de mensen en de burgers zelf horen. Ja. Dus ik denk dat het wel een belangrijk moment is, dat het parlement deze taak kan opnemen. Maar we zitten vandaag inderdaad nog op een zeer microniveau qua vragen. Het zijn vragen die vaak heel specifiek zijn, naar heel specifieke doelgroepen, naar heel specifieke situaties, maar die natuurlijk ook vaak voor veel mensen zaken zijn waar ze van wakker liggen. Ja. Ik hoor tegelijkertijd bij de oppositie dat daar enige clementie voor is, dat men begrijpt dat het een work in progress is. Zo'n crisis vraagt een stukje om improvisatie, helaas misschien. Tegelijkertijd is er wel bijvoorbeeld het verhaal van die mondmaskers, kadert in het ruimere verhaal waar nu ook de vakbonden van de zorgsector ACV vragen om meer beschermingsmateriaal, gaande van zo'n maskertjes, maar ook, het gaat ook over schorten, over veiligheidsbrillen. En dat verhaal blijft wel elke dag terugkeren in de media, een gepingpong tussen meerderheid en oppositie, namelijk de vraag van zijn er nu voldoende mondmaskers, hoe zit het met die 42 miljoen die er uiteindelijk zullen zijn? Hoeveel zijn er nu en zijn er voldoende? Is dat duidelijk? De juiste aantallen ken ik niet, maar er zijn dus inderdaad wel 42 miljoen mondmaskers besteld door de federale overheid. Ook Vlaanderen heeft daar zijn bestelling geplaatst voor de woonzorgcentra en voor de thuisverpleging. Maar ik wil toch eventjes het grotere beeld bekijken. We zitten in een crisis die we eigenlijk zeer moeilijk hebben zien aankomen. We wisten uiteraard dat er in China in november al wat problemen waren. We wisten dat er daar inderdaad een uitbraak was van een virus dat we eigenlijk niet kenden en ook niet konden bestrijden. Dat virus is ook naar Europa gekomen, is ook naar ons land gekomen. Ik kan alleen maar zeggen dat de impact daarvan eigenlijk wel zeer drastisch is en ook zeer snel gebeurd is. We zitten eigenlijk nog maar 2 weken in een federale fase. We zien nu eigenlijk nog maar die eerste impact. En we kunnen toch niet zeggen dat de crisis die we vandaag zien, dat we die niet goed aanpakken of dat die niet goed wordt beheerst. Zowel door de federale regering, de Vlaamse regering, ook de vele lokale besturen. Ik ken geen enkele crisis die mondmaskers of de onduidelijkheid, wat we horen in de zorgsector of bijvoorbeeld mensen in de thuiszorg die in rechtstreeks contact komen met oudere mensen en dat moeten doen zonder zo'n maskers of schorten. Maar voor alle duidelijkheid, ik heb heel veel begrip voor die bezorgdheid. Ik hoor die bezorgdheid ook bij ons vandaag lokaal. Ik merk daar ook dat er heel veel mensen zijn die zelf beginnen mondmaskers maken. Maar ik wil opnieuw even naar het grotere beeld kijken. En daar is het toch wel belangrijk dat elke crisis bepaalde problemen heeft die je moet aanpakken. En ik kan alleen maar vaststellen dat die problemen die er waren, namelijk het tekort van mondmaskers, dat die toch wel op een bijzonder korte termijn zijn aangepakt. Ik herinner mij dat ongeveer een week geleden die vraag echt wel acuut werd en dat eigenlijk op een paar dagen tijd dat zowel de federale overheid als de Vlaamse overheid daar een oplossing voor gevonden heeft. Dus wat ik daarnet ook in een plenaire gezegd heb, als er problemen zijn, als er dingen een keer fout lopen, ja, wij rechten onze rug en wij gaan opnieuw proberen naar oplossingen zoeken om deze crisis goed te kunnen aanpakken. Ja, we hoorden de minister aankondigen dat er bijkomende inspanningen zullen zijn, dat deze crisis vraagt erom. Tegelijkertijd de vraag van de linkse oppositie, SPA, Groen, om voorlopig de aangekondigde besparingen in de zorgsector op on hold te zetten.
Daar heeft de minister op moeten antwoorden, dat gaan we niet meteen doen, of we gaan minstens dat debat nu niet hebben. Oppositie had graag gezien dat deze crisis aantoont dat het financiële traject voor die sector in het regeerakkoord, dat dat eigenlijk niet goed is en dat die sector net meer middelen nodig heeft, ook op lange termijn, ook structureel. Ja, maar ik denk dat daar de minister een zeer terecht antwoord gegeven heeft. Dat is een discussie die we nu niet moeten voeren. We zitten midden in een crisis die we moeten aanpakken. Een tweede punt die hij ook heel terecht aanhaalde, er zullen veel extra middelen in de zorg en in deze sector moeten gepompt worden. Hè. Ik denk alleen al maar aan de zaken rond de kinderopvang, de aankoop van de mondmaskers. Er zijn heel veel zaken die extra moeten gefinancierd worden. Dit zal zeker en vast ook niet de laatste investering zijn die daar zal nodig zijn om deze crisis aan te pakken. Maar ik heb inderdaad vandaag, en ik herhaal wel vandaag, weinig begrip voor het feit dat die discussie van de besparingen in de sector, dat die wordt gekoppeld aan de coronacrisis. Ik denk dat dat twee zaken zijn die effectief los van elkaar moeten gekoppeld worden. De discussie over die besparingen, maar ook het groeitraject dat er nog aankomt in de zorg, die hebben we hier al verschillende keren gehad in het Vlaams parlement. Vandaag zijn we bezig met een crisis aan te pakken en we zullen onze energie vooral daarin moeten investeren. Ja, dankjewel voor dit gesprek, meneer Van Petegem.